Het ministerie van Arbeid blijft zich inzetten voor gelijkheid op de werkvloer. Dit kwam naar voren bij de opening van een driedaagse training over gelijke behandeling in arbeid afgelopen maandag. Het ministerie heeft in dat kader specifieke wetgeving voorbereid om discriminatie op het vlak van arbeid tegen te gaan. Bij de voorbereiding is het ministerie uitgegaan van twee verdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie, namelijk de Equal Remuneration Convention van 1951 en Discrimination Convention van 1958. Suriname heeft deze verdragen geratificeerd en zich hiermee gecommitteerd om gelijk loon voor gelijkwaardige arbeid te garanderen en om discriminatie te verbieden. De training wordt gehouden in het Scholingsinstituut voor de Vakbeweging in Suriname, CIFES. 50 personen van het ministerie van Arbeid, het bedrijfsleven en de vakbeweging nemen hieraan deel.